In deze les volgt een uitleg over hoe je zelf functies kan maken. Als je zelf functies wil maken, dan begin je altijd met def. Def staat voor define. De naam van de functie mogen we zelf verzinnen. Dus laten we zeggen, ik noem hem print welkom. Print welkom. Vervolgens open je en sluit je het haakje meteen. Dan zeg je dubbele punt. Enter. Wat dan opvalt dat hij meteen als het ware inspringt. Dat klopt, dat moet ook. Dus de opdrachten die je wil uitvoeren op het moment dat print welkom wordt aangeroepen, die moet je altijd ingesprongen definiëren. Dus ik zeg hier print hallo bezoeker en weer print hoe gaat het ermee. Nou, dit is dan mijn functie. De functie heet print welkom. En print welkom, de functie print welkom, als je op het moment dat je die aanroept, worden er twee opdrachten uitgeprint, twee stukken tekst uitgeprint, hallo bezoeker, en hoe gaat het ermee? Dit programmaatje, als ik dit nu uitvoer, zal er niks gebeuren. Kijk maar, ik druk op F5, er zal niks gebeuren. Hoe komt dat? Omdat ik de functie alleen slechts gedefinieerd heb. Ik heb hem nog niet aangeroepen. Het zal pas uitgevoerd worden als ik in het hoofdprogramma print welkom zeg. Laten we dat even gaan testen. Print welkom. Nu wordt het pas uitgevoerd, want Python ziet dit als een gedefinieerde functie. Dus de functie heb ik aangemaakt, hij bestaat. Maar hij voert hem pas uit als ik ook daadwerkelijk zeg van, nou, doe maar eens even print welkom. Nu kan ik print welkom doen, maar ik kan meerdere malen print welkom doen. En dan gaat hij dat twee keer doen. Kan van allerlei dingen er tussendoor doen. Dus ik kan zeggen van Sjaak is 2 keer 10. En laat ik even print Sjaak doen. En laat ik daarna weer print welkom doen. Oh, print welkom. Uiteraard met haakje open en haakje sluiten meteen. Hè? Anders werkt het niet. En wat zien we hier inderdaad? Dus 1 keer print welkom. De 2e keer print welkom. Dan een berekening. En het uitprinten van de berekening. En vervolgens weer print welkom. Nou kan ik bijvoorbeeld mijn print welkom uitbreiden. Ik kan zeggen van nou print ook nog eens. Met mij gaat het goed. Uit. En als ik dit uit ga voeren, dan krijg je dus die regel er ook bij. Zodra ik niet een tapje gebruik, maar ik zet hem precies op dezelfde hoogte als de define, dan zal het niet werken. Hij wil dus alles wat bij die functie hoort, moet ingesprongen worden. Dus dit is goed. Hier zit dus een tapje tussen, een tap. Ja? Oké. Okay. En het hoofdprogramma, wanneer begin je dus met het hoofdprogramma? Als je een regel hebt overgeslagen en je begint weer op de meest linker plek. Dat betekent van, oké, okay, het programma begint dus hier. Ja? Nou kun je de functies die we tot nu toe hebben gebruikt, bijvoorbeeld, ik zal even een voorbeeld geven. Bijvoorbeeld raw input, dat verwacht een waarde. Dat verwacht een
argument. We gebruiken niet zomaar raw input. Terwijl we hier slechts haakjes, een haakje hebben geopend en meteen hebben gesloten. Maar kunnen wij ook niet met een argument gaan werken? Jazeker. Want stel je voor dat we in plaats van hallo bezoeker willen zeggen van hallo. En dan bestemd voor of iets dergelijks. Dan zouden we hier bestemd voor moeten zetten. En elke keer als ze print welkom doen, moeten we aangeven van voor wie is dat nou eigenlijk bestemd. Dus ik geef een argument mee. Bestemd voor Sjaak. Ik haal die raw input even weg. Dat is even ter voorbeeld. Dus wat gebeurt er nou? Ik zal dit even commentariëren. Dit ook. Nogmaals, dat betekent dus Python, sla deze regels maar over. Je hoeft er even niks mee te doen. Op het moment dat we dit uitvoeren, dan zie je dus dat print welkom wordt aangeroepen. Bij de aanroep geef je een argument mee, Sjaak. En print welkom die vraagt ook om een argument, bestemd voor. Dus die Sjaak, die komt in bestemd voor. En vervolgens kan ik zeggen van print hallo, bestemd voor. Zou ik het argument niet meegeven, dus ik zeg print welkom en ik geef geen argument mee. En ik voer dit uit. Dan zal hij dus dit niet gaan accepteren. Want hij zegt van print welkom. Verwacht precies één argument. Terwijl je er maar 0 hebt gegeven. Klopt. Ik heb hier maar 0 argumenten meegegeven. Terwijl hij eigenlijk één argument verwacht. Ja? Nou, je kunt ook 2 argumenten doen. Dus ik zeg print welkom bestemd voor en afkomstig van bijvoorbeeld. En dan zeg ik van print groetjes van afkomstig van. Nou, hoe moet ik print welkom dan aanroepen? Ik zeg van print welkom Sjaak. En ik moet nog een argument meegeven. En dat argument moet ook een stukje tekst zijn. En daarin geef ik aan van nou, Henk. En wat krijgen we dan te zien? Exact. Hallo Sjaak. Hoe gaat het ermee? Met mij gaat het goed. Groetjes van Henk. En die Henk, dat is dus het tweede argument.